ben jullie denk ik even een uitleg verschuldigd. Er is de afgelopen week geen video online gekomen. En daar heb ik een reden voor gehad. Namelijk, is de afgelopen week met mij niet helemaal goed gegaan. Kort gezegd, ik top al 2 weekjes met heel, maar ook echt heel veel last van mijn buik. Vervolgens voor naar de huisarts gebeld afgelopen week. Kon ik komende donderdag pas terecht. De dag is jullie het kijken. Dus de week daarvoor heb ik de huisarts gebeld. Het zat allemaal niet zo mee. Het was druk. Nou, ik hield het dus niet vol. Ik heb zaterdag stage gelopen met heel veel pijn. En ik hield het gewoon bijna niet meer uit. Toen ben ik om 2 uur de huisartsenpost gaan bellen. Die vertelde dat ze het niet nodig vonden om langs te komen. Ik heb medicijnen voor mijn maag gekregen. Omdat het leek in mijn instantie op maagklachten. Die heb ik ingenomen. Daar werd ik heel misselijk van. Wat eigenlijk niet hoort, maar ik werd er wel heel misselijk van. Zondag eventjes naar een cursus geweest en daar ook heel veel pijn gehad. Ik hield het niet meer uit. Toen heb ik zondag mijn moeder de huisarts laten bellen, zodat ik het gewoon niet meer vol kon houden. Mochten we langskomen, die heeft aan mijn darmen gevoeld en die constateerde dat mijn darmen helemaal vol zitten. Kortom, dat ik dus vol zit met ontlasting. Ja, dat is natuurlijk niet heel erg fijn. Je moet natuurlijk wel gewoon een normale stoelgang kunnen hebben. Dat heb ik niet. Een medicijn ervoor gehad, een drankje. Het scheen dat ik dat drankje eigenlijk helemaal niet had mogen hebben. Omdat ik er heel erg van ging braken. Zondag op maandagavond en nacht heb ik continu alleen maar overloop gegeven. Al mijn eten kwam eruit. Sinds zondag ben ik ook alleen maar misselijk. Geen eetlust. Continu braken. En sinds maandag heb ik in één keer heel erg pijn aan mijn borst. Ik ben maandagochtend naar de huisarts gegaan. Ik mocht gelijk langskomen. Omdat ik gewoon aan het overgeven was. Ik voelde me gewoon nog rotter. Toen ben ik dus langsgekomen. Daar heeft de huisarts ook vastgesteld. Het zijn inderdaad je darmen. En daar heb ik allerlei medicijnen voor gehad. En ik moest ook nog even urine inleveren. Op het moment dat ik aan de balie stond om urine af te geven, ging het even niet goed. Ik zakte namelijk in elkaar. Ik werd duizelig. Ik hoorde niks meer. Ik zag niks meer. Het was één zwarte waas. En ik zakte gewoon in elkaar. Toen heb ik ruim 3 uur in de behandelkamer bij de huisarts gelegen om bij te komen. Ik had een ontzettende lage bloeddruk. Toen ik eenmaal bij kwam, ben ik naar huis gegaan. Ben ik die medicijnen in gaan nemen die ik heb gekregen. En het ging eigenlijk alleen maar slechter. Ik bleef overgeven. Ik hield niks binnen. Ook de medicijnen hield ik niet binnen. En maandagavond, nadat ik bij de huis ben geweest, kreeg ik dus die kramp op mijn borst heel erg. Hele nacht niet kunnen slapen van de pijn. De dag daarna heeft mijn moeder nogmaals de huisarts gebeld. Nogmaals langsgekomen. En die vond het nu zo eng dat ze me gevraagd heeft om bloed te laten prikken op alles. Dus ik ben op alles lek geprikt. En daar kwam uit dat ik een ontstekingswaarde had en trombose. Een stofje in het bloed wat dus uitwijdt dat het trombose is. Toen heeft de huisarts voor mij het ziekenhuis gebeld. Toen moest ik direct naar het ziekenhuis toe. Omdat het natuurlijk hartstikke gevaarlijk kan zijn. Ze dacht aan een longembolie. Ik heb dinsdagavond, dat was gisteren voor jullie, eergisteren, dinsdagavond van 6 tot 11 in het ziekenhuis gelegen, 's avonds. Ik heb allerlei onderzoekjes gehad, ze hebben bloed afgenomen, ze hebben zuurstof geprikt, ze hebben zelfs een infuusje aangesloten wat eigenlijk nodig was, want ik hoefde niet te blijven. Het was echt een hel die avond. Ik heb het zo zwaar gehad, ik mocht niks eten, ik mocht niks drinken. Ik had alleen maar pijn in mijn borst. Ik had het benauwd. Ik had pijn met ademhalen. Heb ik nog steeds. Ik heb die avond een CT-scan moeten laten maken van mijn longen. Omdat ze dachten dat het een longembolie was. Was het gelukkig niet. Omdat die waardes toch ontzettend hoog waren, moest ik vandaag terug. Woensdag. En ik heb daar een echo laten maken van mijn benen. Omdat het daar eventueel ook kon zitten.
Maar ook daar zaten geen bloedpropjes. Verder waren er geen aparte dingen. Dus vandaag is nog een keer mijn bloedwaarde nagevraagd. En daaruit bleek wel dat mijn schildklierwaarden wat hoog waren. En dat kan ook duiden op verstopping, pijn op de borst, overgeven, moeheid, duizeligheid. En dat wordt nu nog nader onderzocht. Ik heb medicijnen meegekregen, ik heb klisma's meegekregen om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk mijn ontlasting eruit te krijgen. Nou heb ik al 4 dagen klisma's en er is nog steeds niks uit. Is natuurlijk ook niet helemaal goed. We gaan het morgen even afwachten hoe het afloopt. En dan kijken we morgen verder. Misschien dat ik morgen terug moet naar de huisarts, misschien niet. Maar het moet er wel een keertje uitkomen. En anders moet het op een andere manier. Dus ja. Over die schildklierwaardes waar ze dus ook over hadden. Die moet ik volgende week laten checken. Maar die mag ik pas laten checken als mijn darmen leeg zijn. Als ik dan nog die klachten heb, dan komt het dus waarschijnlijk daarvan. En dan gaan we daar nog een keer op testen en kijken wat we eraan kunnen gaan doen. Kortom, het was een hele heftige week, halve week. Hele vervelende week. Ik ben nog niet klaar. Ik heb nog steeds pijn overal. En ik ben nog steeds aan het overgeven. Ik hou niks binnen. Dus ja. Het zit niet echt mee. Dus dat is de reden waarom er ook geen video online komt en ook niet is geweest. Wel deze update natuurlijk. Ik ga proberen deze update zo goed mogelijk en fijn mogelijk te editen. Als het goed is, hebben jullie van tevoren ook een nieuwe intro gezien. Omdat ik nu op mijn iMac mijn YouTube gebeuren doe tegenwoordig. Leek me super tof om ook gewoon een nieuwe intro erin te gooien. Dus dit is een paar weken van tevoren opgenomen. Ik hoop dat jullie die ook leuk vonden, maar in ieder geval hoop ik dat jullie begrip hebben voor wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Het gaat niet zo lekker met me. Waar ik me ook heel erg druk om maakte is dat ik aanstaande maandag 18 juni mijn stage-examen heb. En omdat ik deze week natuurlijk niet in de stage ben geweest, omdat ik continu in het ziekenhuis en bij de huisarts ben geweest, heb ik dus geen reden gehad om te oefenen. Misschien dat ik uitstel kon krijgen, misschien niet. Misschien dat ik volgende week maandag niet eens op mijn stage sta, omdat ik niet weet hoe het gaat. We hopen natuurlijk wel. Ik hoop dat het zo snel mogelijk voorbij is. Maar in ieder geval hoop ik een beetje begrip van jullie. En hoop ik snel weer helemaal bovenop te zijn. Goed uitgerust, alles kwijt. En dat we gewoon weer kunnen gaan knallen. Dus ik zie jullie heel erg snel weer, hopelijk bij een nieuwe video. Doeg!